Ja, vrienden, hebben jullie hem ook gezien? Het sportgala? Hoho, zeg hé. Dat was eventjes, weet ik veel, schooltv, dorpstv. Ja, dat dacht ik, klasse, geen niveau. En quizjes, weet ik veel. Maar dan vinden ze het gek dat Max Verstappen daar niet komt. Nee, natuurlijk komt hij daar niet. Nee, die is dat natuurlijk zwaar ontgroeid. Al dat geneuzel. Ja, internationaal jongen geworden. En die denkt, ik ga daar niet een beetje voor joker zitten natuurlijk. Want die animals, ja, die willen dan amusement gaan doen. Dat kunnen ze natuurlijk helemaal niet. Dus het is een vertoning eerste klas. Maar los van dat het dus gewoon allemaal niet zo top was. Wat denk je van de uitslagen van die verkiezingen? Dat ging dat nou zeg. Ik bedoel, laten we eens even kijken. De coach van het jaar. Alleen maar om even mee te beginnen. Ja, dan hebben we dus natuurlijk een Jeroen Otter of zoiets, weet ik veel. En die is dan coach van, zeg maar, duizelig worden op zo'n ijshockeybaantje. En die wordt dan de coach van het jaar. Terwijl ze in Engeland, daar zit dus een Nederlandse mevrouw, die Sarina Wiegman. En die hebben ze daar, die werd daar kampioen met Engeland. Ja, die hebben ze zo hoog op het schild gezet daar in Engeland. Die hebben ze eraf moeten halen met een helikopter. En Nederland kijkt niet naar haar om. Ik bedoel, die had natuurlijk gewoon de coach van het jaar moeten zijn. Hoe simpel kan het nou zijn? Daar krijgen ze zoveel wierook dat ze bijna geen adem kan halen. En in Nederland, hup, kijken we gewoon de andere kant op. Nou ja, zeg. En dan hebben we het nog, heb ik het ook nog niet eens over de verkiezing sportvrouw van het jaar. Wat denk je daar dan van? Daar ben ik helemaal ben ik helemaal duizelig van geworden. Ja, toch? Ik bedoel, dan geven we de prijs aan de Irene Schouten. Nou, en dat is schaatsen. Vrienden, en schaatsen, dat heb ik al een paar keer uitgelegd, die hoort niet bij de topsport. Nee, schaatsen is folklore. Schaatsen is gewoon koekhappen, zaklopen, ringsteken, allemaal dat. En niemand schaatst in de wereld, bijna niemand. Want niemand weet hoe dat gaat en niemand vindt het leuk. Nou, en dan wil je dan medailles mee. Ja, natuurlijk, dat begrijp ik. Nou, en die maken ze die Irene Schouten sportvrouw van het jaar. Want die NOS die hebben natuurlijk alleen maar schaatsen nog om uit te zenden. En die zeggen, nou ja, we helpen jullie wel. En allemaal dat soort flauwekul. Want wat dachten we van bijvoorbeeld Annemiek van Vleuten? Had die niet misschien moeten winnen? Ja, ik weet het niet. Grotere sport, veel grotere sport. Wint, weet ik veel, de Giro, Vuelta, Touren, zoek het uit, wereldkampioen. En nee hoor, nee, die wordt het niet. En wat denk je dan ook nog eens een keer? Wat dacht je van Femke Bol? Ja, Femke Bol, die zit dus in een sport, echt een grote internationale sport. Net als zwemmen, atletiek. En die rent iedereen naar huis. En dit is dan dit toch de trots van Nederland. En die is niet eens genomineerd, vrienden. Die is niet eens genomineerd. Nou ja, toen ik dat hoorde en zag, dacht ik alleen maar, hey, de sportgala, gooi het in de heg, flikker het in de sloot en stop er lekker mee.